Als je wil uitpakken met kerst, dit is het gerecht. We gaan een feestelijk gerecht maken. Eigenlijk is het een soort van voor kerstmis, voor jullie een ideetje te geven. Dus eigenlijk een klein voorgerechtje, toch? Ja, gaan we zeker gebruiken. Weten. Een beetje show erbij, wat we doen. Ja. We hebben lekker zeebaarsfilet, hebben we. Ja, daarbij doen we lekker een vinaigrette maken op basis van hazelnootjes, een beetje frisuis, een beetje citroen. Onderop een mooie salade van spruit. We doen nog een side dish maken met wat smoky elementen druk, erin. Druk. Ja, maar ja, wat je wil uitpakken met de feestdagen. Dus, ja, klopt. Nou, laten we maar gaan beginnen, denk ik. Ja, ik begin met de vis? Ja, ik begin met de vis. Ga ik het huidje vanaf halen, ga ik het portioneren. Daarna hebben we wat buikwand vrij en dat gaat de chef dan snijden tot tartaar. Ja, dus huidje eraf, het is een voorgerechtje. Dus normaal kan je het huidje erop laten omdat je het gaat bakken. Maar deze keer gaan we en tartaar ervan snijden dus. En een klein stukje branden gaan we en dan moet echt wel het huidje ervan af. De gaatjes worden wel uitgesneden. Kijk, prachtig stukje vis. En die vinaigrette waar we het over hadden, wat erbij komt zeg maar bij het stukje gebranden. Met de hazelnootjes, wat Frank zei, is op basis van een beurre noisette. En dat is eigenlijk een soort van verbrande boter, laat ik zo zeggen, een notenboter als je het echt vertaalt. De melkdeeltjes in de boter, die zijn eigenlijk een soort van verbrand, waardoor het eigenlijk ook de notensmaak geeft aan het boterenvet. Dus... Ruikt ook zo lekker als goed, hè? Ja, het is echt top. Ja, toch? Ook een beetje top. Kerstig, zeg maar. Welke kan ik snijden? Ja, dit is de buikwand. Ja, toch? Ja, dan ga ik alvast beginnen met het branden van de, ja, van de zeebaars. Top. Even voorlangs. Ik ga het branden. Niet te hard zetten. En gewoon van begin tot eind. Ja. Mooi een beetje dat... Een beetje die verbrande toast, wat ook weer zeg maar terugkomt in die vinaigrette. Het is belangrijk dat je alles een smaak weer bij elkaar brengt. Hey, en dit soort dingen met die feestdagen is altijd stress, hè? Wat gaan we maken? Of je gaat samen koken of wat dan ook. Of bij opa en oma. Dit kun je eigenlijk gewoon allemaal thuis voorbereiden. Kerstmis betekent voorbereiden. Want dan kun je zelf lekker aan tafel zitten. Dus de tartaar kan al gesneden worden. De vis kan eigenlijk al een klein beetje voorgebrand worden. Dus probeer daarover na te denken, zodat je ook gezellig een glaasje wijn kan drinken. Heel belangrijk. Ja, toch? Heel belangrijk. Hebben we al geproost eigenlijk? Nee, nog niet. Volgens mij niet, hè? Wel, laten we dat even doen. Ja, cheers. Toch? Ik dacht je kerstmis mee zou nemen, Riet. Oh ja, godzie. Hé? Hey? Wij mee. Ja, toch? Heb je mee? Ja, tuurlijk. niet voor mij, hè? Nee. Ja, toch? Jingle bells. Hey. Jingle bells. Oké. Heerlijk. Maar waar we gebleven? We krijgen dit weer. Ga jij? Ja, okay, de top. Gebrande zeebaars. Die hebben we gewoon mooi gebrand. Wat dus wel belangrijk is, het is een voorgerecht. Dus hij mag best wel een beetje rauw van binnen zijn. Dus hij is wel lekker. Ik heb hem ook nog een beetje bite. En niet zo droog of iets. Gewoon lekker een beetje sappig houden. Wat we gaan doen. We gaan hem alvast snijden in plakjes. Je snijdt hem eigenlijk schuin weg. Zo. En doen we een klein beetje olie overheen. Voor de glans. Ja, dan gaat hij er ook gewoon mooi uitzien. Lekker, zo. Hè? Ja. Toch? Op smaak doen we zo meteen brengen. Dan, ik heb die tartaar gesneden. Ja. Fijn in blokjes, zeg maar. Ja, klein beetje limoensap. Voor een beetje frisheid. Een beetje zelf ook. Klein beetje zout erbij. Een beetje aangemengd, zeg maar. Altijd even proeven. Is belangrijk. Puur. Even tussendoor, ik ga ondertussen de spruitjes snijden. Top. Ja, voor de salade eronder. Spruitsalade eronder. Gewoon rauw, hè, deze keer. Ja, ja, lekker toch? Fris, lekker... Dan ga ik weer verder met de vinaigrette van de beurre noisette. Ik heb hier wat kappertjes, zeg maar. Zijn kapperappeltjes, zijn iets grotere. Maar als jij gewoon fijne kappertjes hebt, zeg maar, die in de supermarkt kan halen, geen probleem. Ik ga dat een klein beetje fijn snijden. Want ook natuurlijk weer in de vinaigrette, want het is beurre noisette is dat. Dus toch een beetje vettig. En tegenover het vettige willen we altijd een klein beetje zuur. Om het vet af te breken. Nou, de notenboter bevat ook wat gebrande hazelnoten. Wil je maar even die beurre noisette aangeven anders? Ja, dat is wel handig. Kan ik hem vast even mengen. Ik gooi nu even wat hazelnoten erin. De kappertjes doe ik erbij. Een klein beetje gesneden bieslook. Hey, heb je die mustard steeds op je kop? Ja. Doe weg, man. Oh, ja. Dan ga je zo natuurlijk even branden en zo, maar dat rookt niet. Ja, eens. Zul je altijd zien, heel weet leuk je hoor, maar. Ja.
Doei doei. Hey, lekker vinaigretje dus. Wat ook heel mooi is eigenlijk, een klein beetje citroen. En ik snijd de citroen eraf. Het is wel leuk om even te laten zien om wat citroen uit te snijden, zeg maar. Met sinaasappelen, mandarijnen, citroenen. Zo doen wij dat dus eigenlijk, altijd. Ik probeer het een beetje dik af te snijden. Ja, wat extra. En dan ga je eigenlijk een haal je hem in je hand nemen. En dan ga je tussen die vliesjes door, ga je een klein stukje citroen uitsnijden. En dat ga ik dan weer fijn snijden voor in de vinaigrette. Toch? Ja. Nou, ondertussen ben ik de spruitensalade aan het aanmaken. Doe er wat limoen in. Zorg ervoor ten eerste dat hij een klein beetje gaart, dus dat hij niet mega rauw is. En ja, lekker fris natuurlijk, hè. Bij vis altijd goed. Oké. Okay. Nou, dit goed, even lekker mengen. Ja. Zijn we bijna klaar voor, of niet? Ja, ik doe een beetje peper nog erin. Dat jou is op smaak? Ja. Toosje voor de... Oh ja, dat is goed, hè? Heel goed. De gebrande zeebaars, de beurre noisette, als side dish waar je het al over had, hè? Ja. Gaan we dus de tafel van zeebaars doen. En daar heb ik dit pain de mer voor. De pain de mer op basis van het zeewater, hè? Ja, ja. Superleuk, ja. Eigenlijk. En daar ga ik gewoon heel simpel, gewoon een soort van klein toosje van snijden. Ik heb het natuurlijk gewoon wel even gebakken, hè, op 200 graden, 8, 9 minuutjes. En dan gaan we hier straks lekker die zeebaars opdoen. Zo gaan we het eigenlijk doen. Oké, okay, ja, ondertussen heb ik vast het bordje klaargezet voor de side dish. Dus eigenlijk een klein beetje rookmot erin. Wat houtsnippers. Die gaan we straks aansteken, even wachten. Daarin, voor de stabiliteit, doen we even een limoentje. Dus voor kerstmis een klein beetje show erop, dat is helemaal, helemaal top. Oké, okay, midden van het bordje. Ja, dan de zeebaars. Gaan we natuurlijk ook nog een klein beetje op smaak brengen. Een klein beetje met grof zeezout. Ik had natuurlijk al wat olie eroverheen gedaan. Mooi. Wel super strak zo hoor. Hey. Ja. Klein beetje die limoen afbranden voor die etherische olie, zeg maar. Even de boel in de fik steken. Nou, kijk eens. Hey. Wat een show toch? Wauw, niet normaal. Ja, vinaigrette eroverheen. Ja. Lekker die hazelnootjes, gebrande hazelnootjes, ja. Heel belangrijk. Ja, dit is eigenlijk het gerechtje. We hebben wat zeebaars gebrand, onderop spruitensalade, lekker fris. Ja. Bovenop een vinaigrette op basis van beurre noisette, gebrande hazelnootjes. En nog een kleine side dish met een toosje, pain de mer en erop wat tartaar van de zeebaars. Hebben we van deze voor mijn recept geschreven, toch, deze keer? Ja, die staan op de website. Ja. Op de website. En ja, als je wil uitpakken met kerst, dit is het gerecht. Denk ik ook. Prettige feestdagen. Ja. Eet smakelijk en voorbereiding, hè. Dus dat is heel belangrijk. Ja, laat me maar doen, hè. Ja, toch? Dat hebben we wel verdiend. Cheers.